Er is 675 miljoen beschikbaar voor de salarissen. En we zien dat die vooral gaan naar de hogere inkomens. Dus mensen die twee keer modaal verdienen en in de zorg werken, die krijgen er geld bij. En mensen met de laagste inkomens, die krijgen er geen geld bij. En om een voorbeeld te geven, als jij helpende bent of je bent verzorgende en jij verdient 13 euro per uur, heb je een netto inkomen van 1800 euro. En alleen al een gemiddelde huurwoning in Utrecht kost 1300 euro. Dus je ziet gewoon dat de basisbehoeften van mensen die in de zorg werken, juist die lagere inkomens, dat we daar veel meer in tegemoet zouden komen. Wat vindt de minister daarvan? Minister. Ja, voorzitter, dit debat, ik heb het net al gevoerd met de heer Heijink, enigszins in ieder geval, in een interruptiedebat. Maar dit debat hebben we heel, heel, heel uitvoerig gevoerd in een algemeen overleg van een aantal weken geleden. En wat ik gewoon echt juist een heel goed idee vind, is om te kijken of het geld wat we ter beschikking stellen bovenop de OVA-bijdrage, die sowieso beschikbaar is om een goede cao mee af te sluiten, dat we daar bovenop extra geld ter beschikking stellen om het gat dicht te lopen ten opzichte van de andere cao's in de publieke sector en de andere cao's in de marktsector. Nou, waar? Want dat is onderzocht. CER, in het CER-advies is daar ook een aantal passages aan gewijd. En daar is een onderzoek meegeleverd waarin ook is aangetoond dat met name op de middenschalen de achterstand ten opzichte van de markt en andere salarissen in de publieke sector het grootst is. En dus biedt die extra 675 miljoen voor volgend jaar structureel bovenop de 1,6 miljard die al beschikbaar was, biedt de mogelijkheid voor werkgevers, werknemers in de zorg om met name voor die middenschalen, daar waar dus de nood het hoogst is, om dat gat in te lopen met de rest van de sector, om daar iets voor te doen, extra's voor te doen. Nou, dat is dus heel mooi. Wat daarnaast natuurlijk waar is, dat voor überhaupt iedereen in de zorg de noodzaak bestaat om tot een goede cao te komen. En dat is ook precies wat de sector op dit moment aan het doen is, althans aan het proberen te doen is. Dat valt niet mee, maar dat moet wel. Nou, en ik denk dus dat het een terechte keuze is geweest. Het was ook gewoon de opdracht uit de algemene politieke beschouwing. En aan die opdracht hebben wij invulling gegeven. Mevrouw Ellemeet. Voorzitter, we zien inderdaad bij die middeninkomens een kloof tussen wat de markt biedt en wat de overheid biedt. We zien ook een kloof juist bij de lagere inkomens, bij de laagste inkomens. Maar je kan ook kijken naar een ander groot probleem, namelijk de personeelstekorten, de schaarste. En we zien juist dat in de slechtst betaalde sectoren binnen de zorg, dus de verpleeghuiszorg en de thuiszorg, dat daar de tekorten het grootst zijn. En we weten ook dat salaris wel degelijk meespeelt, niet het enige element is, maar meespeelt om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dus ik begin er nu weer over, omdat we nog niet de oplossing hebben voor dit probleem. En wat GroenLinks betreft, het allerbelangrijkste is dat juist die mensen aan de onderkant van de inkomens die in de zorg werken onmisbaar zijn en dat we daar goed voor moeten zorgen. Dat we personeelstekort hebben. Dus ik zou de minister toch nog een keer willen vragen, als hij door deze bril kijkt en dan dit bedrag beschikbaar heeft, zouden we niet een andere keuze moeten maken? Minister. Nee, ik ga juist heel erg staan voor de keuze die is gemaakt. Omdat ik dat een hele verstandige keuze vind. Omdat het ook exact is wat de CER heeft gezegd dat we zouden moeten doen. We hebben aan de CER hebben natuurlijk gevraagd, wat is er te doen om het werk in de zorg aantrekkelijker te maken? En de CER heeft toen onderzoek laten doen door een ander. Ik ben even de afkorting kwijt, maar die heeft dat onderzoek laten doen. En heeft ook gezegd, in dat onderzoek is naar voren gekomen, wat we zien is dat eigenlijk de loonontwikkeling heel mooi gelijk oploopt met de loonontwikkeling in de markt en in de publieke sector. En dat is juist het effect van die OVA-systematiek zoals we die hebben. En dat is dus eigenlijk een hele goede systematiek op één punt na. Namelijk dat we zien dat de middenschalen de grootste achterstand hebben ten opzichte van de rest van de publieke sector en de marktsector. Dus wil nou, als je een oplossing zou willen bieden, wil nou daarvoor een oplossing bieden. En wat wij dus nu doen voor volgend jaar is precies wat er moet. Namelijk, je biedt de sector als geheel de mogelijkheid, gewoon de ruimte om een goede cao af te sluiten. En daarin moeten sociale partners vooral iedere keus maken waarvan zij vinden dat het belangrijk is. Als daar de specialisten wat minder en de lagere inkomens wat meer, prima. Zou ik denken, goed, doen. Maar dat is echt aan die tafel, daar gaan wij verder niet over. En wat wij vervolgens hebben gedaan is dat we werkgevers en werknemers in staat stellen om daar bovenop dat probleem wat er daadwerkelijk is, namelijk iets van een achterstand ten opzichte van de rest van de markt en de rest van de publieke sector, in te gaan lopen. Niet helemaal, maar wel een goede stap te kunnen zetten. Mevrouw Ellemeet. Ik denk dat is fantastisch. Ja, mevrouw Ellemeet. Voorzitter, wat ik vooral zie is dat mensen die heel waardevol werk doen, of je nou begeleider bent in de gehandicaptenzorg of helpende en verzorgende in een nachtdienst, dat die mensen in de zorg
moeite hebben om een huur te betalen. Dat die mensen moeite hebben om op een bazaal niveau goed rond te kunnen komen. En ik vind dat wij de dure plicht hebben als Kamer om goed te zorgen voor mensen die in de zorg werken. En dan geef ik liever geld uit aan mensen die worstelen met het dagelijks leven, terwijl ze heel waardevol werk voor ons doen, dan mensen die twee keer modaal verdienen, om die er nog wat bij te geven, als ik die keuze moet maken. De minister. Ja, en toch, dat is wel gek, want toen het amendement besproken is hier, in de algemeen politieke beschouwing, was dat niet te inbrengen, ook niet van GroenLinks. Toen ging het over de dekking, maar ging het niet over de keuze die is gemaakt met die motie, was het trouwens, dat was geen amendement, met die motie. Dat is één. Twee, is dat nou juist, het gaat niet over hoge inkomens, dat wil ik echt bestrijden. Het gaat gewoon over alle middle-of-the-road salarissen in de zorg. FVG 35 tot FVG 65, geloof ik, als ik in cao-termen dat zou moeten benoemen. En dat zijn nou juist de beroepen zoals u dat noemt. Dat is nou juist die begeleider. Dat is nou juist de verzorgende, dat is nou juist de verpleegkundige. Dat is nou juist precies de groep, denk ik, die we ook zouden moeten willen ondersteunen. Kortom, het is een goede keuze, het is een terechte keuze. Het sluit aan bij het CER-rapport, het sluit aan bij het onderzoek dat is gedaan en het is het antwoord op de motie die de Kamer zelf in meerderheid heeft aangenomen. Mevrouw Ellemeet. Ik wil graag een punt van orde maken, want het zijn feitelijke onjuistheden. Als je kijkt naar de schalen, dan zie je dat de schalen 10, 11, 12, 14, 15, tot en met 20... daar zitten heel veel mensen in die waardevol werk doen. Dat zijn verzorgenden, helpenden, dat zijn begeleiders. Ik noem het al, bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. Al die mensen krijgen letterlijk niets. Nobbes. Dat dus is niet waar. Daar, het is vanaf schaal 35 tot hoger die geld erbij gaan krijgen. En het punt wat ik probeer te maken is mensen die heel waardevol werk doen, die wij niet kunnen verliezen, die gaan er niks bij krijgen. En het is kiezen in schaarste. En wat ik aan deze minister vraag, is juist om te kiezen voor de mensen in de zorg die ons het hardst en die extra bijdrage het hardst nodig hebben. Minister.